Nou, ik ben in Australië geboren, maar mijn ouders zijn Nederlands. Nou, mijn vader is Amsterdammer, hij is gewoon in Amsterdam opgegroeid. En mijn moeders ouders kwamen uit Groningen, maar die zijn na de oorlog naar Australië gegaan. Zij is daar opgegroeid. Zij kwam naar Nederland, ontmoette mijn vader, bracht hem weer terug naar Australië. Maar toen ik groeide op, toch met een beetje gevoel voor Nederland. Boeken over Amsterdam thuis en boeken over Nederland thuis. En toen ik was afgestudeerd, ik had een tijd gewerkt, ik was 25. En toen dacht ik wil toch wel gaan kijken in Nederland. Kijken waar mijn roots vandaan komen. Als je hier wil komen wonen, het is niet zo heel makkelijk, maar het is niet onmogelijk. Als je iemand hier kent en een goede reden hebt, dan kan je hier komen blijven voor een maand of drie. Als je langer dan 3 maanden wil blijven, dan moet je ook met de omgeving, met de buurt, ook afspraken maken. En zij moeten het oké vinden. En ook of je dan capabel bent. Of je dan je eigen huishouden, dus huis kan bouwen of onderhouden, eigen riolering, water aanleggen, elektra aanleggen. Dat moet je allemaal wel zelf kunnen. Bijvoorbeeld zo'n huis neerzetten, dat kan je bijna nergens in Nederland zomaar, denk ik. Nu moesten we gewoon even overleggen met de buren en dat was goed. We hoeven geen plannen in te dienen, geen begroting. We zijn niet helemaal zelfvoorzienend. Dat zouden we misschien wel willen. Maar bijvoorbeeld onze kinderen gaan wel buiten de ADM naar school en het kinderdagverblijf. Dat is eigenlijk wel goed, anders wordt het wel een heel erg closed gemeenschap. Wij denken wel dat omdat er hier veel meer ruimte is om te spelen, experimenteren, dingen te doen zoals je zelf wilt, zonder dat je te veel van tevoren moet plannen wat je gaat doen. Dat er dan ruimte is voor spontaniteit en nieuwe dingen. Innovatie noemen ze dat tegenwoordig. En we hopen of we denken dat we daarmee dat de dingen wel naar buiten sijpelen of via onze netwerken dan wel in een grotere samenleving wel plaatsvindt. En dan zie je ook misschien vooral nu in de creatieve wereld, op Oerol, zijn er vaak mensen vanuit ADM die daar of theater maken of grote sculpturen neerzetten. Jan Rotmans is een professor in Tilburg en hij heeft het over transitie maken. We moeten anders gaan leven. Heel Nederland, heel wereld moet anders gaan leven, want het werkt niet zo. En hij zegt, of het hele idee is, er moeten plekken zijn buiten het systeem waar de regels en de structuren van het systeem niet meer zijn, zodat er nieuwe dingen kunnen ontstaan. En ik denk dat de ADM wel zo'n plek is.